vandaag zijn we in midden Beemster. En daar ga ik met Ime de selectie rijden voor de Alraco competitie. En... Oh, mijn batterij hangt er half uit. We gaan Z2 starten. En we werden net gewaarschuwd door het secretariaat dat er schapen om de bak heen lopen. De boer die had geen tijd om ze weg te halen. Dus een uitdaging. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn met de veewagen en op zich is dat hartstikke leuk. Maar we hebben wel een aantal dingen met de veewagen. En het wordt waarschijnlijk een rijdende rechterverhaal. Dus daar zal ik jullie ook van op de hoogte houden. Maar voor vandaag eerst maar eens lekker rijden en hopen dat we ja, een beetje vooraan eindigen. Ben benieuwd. Thank you.
Nou, het was weer een dagje hoor. We kwamen daar aan en op het secretariaat hadden ze gezegd van er staan schapen naast de bak en de boer zou ze weghalen, heeft hij niet gedaan, dus jullie mogen nog even een ring verkennen. Maar dat was te vroeg om erop te gaan zitten, dan had ik veel te lang losgereden. Dus ik heb hem aan een halstertje meegenomen. Nou, het was echt spannend. En ik denk, ik mag hem niet loslaten. En hij ging tekeer. En er waren paarden in de bak. En ik was als te dood dat ik hem los zou laten. Dus ik heb hem wel een paar rukken aan zijn halster gegeven. Zo van, je moet echt bij me blijven, vriend. Dus, daarna zijn we binnen op gaan zadelen. Want hij was zo tuut, dat ik denk van, nou, ik ga maar toch maar iets langer losrijden. En de eerste proef, het gevoel wat ik eraan over heb gehouden. Op zich was het gevoel goed hoor, want hij ging wel heel fijn. Maar ik had echt dingen dat ik hem gewoon compleet kwijt was. Hij schrok van een bordje wat op de grond lag, ging de andere kant op. Met achterwaarts gaan was hij ineens bang voor zijn eigen voetafdrukken van het achterwaarts gaan. Dus wilde hij daar niet meer overheen. Er zaten gewoon dikke fouten in. Er zaten ook goede dingen in. Oh ja, mijn uitgestrekte draf liet ik hem een beetje aan elkaar donderen en had contactfout. Mijn fout is toch wel weer iedere keer, of het nou Gaudi is of Ime, dat als ze zo heet zijn en een beetje druk, dat ik het allemaal een beetje laat gebeuren, laat gaan. En dat is een beetje mee te rijden, zeg maar. Dus dat moet ik echt gaan veranderen. Tweede proef ging ietsje beter, had ik ook nog een grote fout. Die is niet gefilmd, want ik had de eerste uit mijn hoofd geleerd. En de tweede heeft Jamie gelezen. De eerste kon ze dan filmen. Dus die laat ik zo zien met commentaar van de jury erbij. We zijn eerste en tweede geworden. De eerste proef had ik 213 punten en de tweede had ik 236 punten. Een heel groot verschil. De tweede vond ik wel veel beter, maar 236 vond ik wel best wel hoog, zeg maar. Maar goed, altijd lekker. We hebben nu wel 5 winstpunten in set 2. Dus we kunnen niet meer terug naar het set 1 voor de CIO Cup. Dus we moeten even kijken hoe we dat verder gaan doen. De vrachtwagen worden heel verhaal, maar daar ga ik een aparte vlog aan wijden. Daar word ik allemaal helemaal niet vrolijk van, wat daar allemaal mee aan de hand is. Maar dat ga ik de volgende keer laten zien allemaal. Tot nu toe wou ik het maar hier even bij laten. Tot volgende week. Doei! We hebben weer kuikentjes, 7 stuks. Goed gedaan, moeders. Nou, er is nog een kip tevoorschijn gekomen met kuikens. Die hadden we nog even niet bedacht. En dan een stuk of 10. Nou, binnen zat er al eentje met 7 natuurlijk. Dat houdt in 17 extra kippen. Dat wordt een beetje veel. En vanavond gaan we de hanen vangen. We hebben nu 7 hanen en A maken ze enorm veel herrie en B ze gaan elkaar bevechten, dus dat is niet meer oké. Ja, die is wel heel schattig. Binnen zit dan die andere. Kijk hoor, hier zit die andere. Hallo moeder. Ja, en hier zitten er nog 3 te broeden, dus we gaan een beetje te veel kippen krijgen, ben ik bang. Dus als iemand nog kippen wil hebben, je mag ze komen halen.